Sociaal ondernemers hebben het niet altijd even makkelijk. Heb jij tips voor ze, zodat ze hun product beter in de markt kunnen zetten, kunnen groeien? Als sociaal ondernemer of gewoon sowieso als ondernemer is het gewoon belangrijk dat je eigenlijk op drie vragen antwoord hebt. Wie ben jij? Hè? Wat is jouw profiel? Wat is jouw drive? Wat doe je? Hè? Dus wat lever je? En waarom zit ik daar als klant, gebruiker, zit ik daar op te wachten? Hoe duidelijker de antwoorden zijn op die vragen, hoe groter de kans dat iemand uiteindelijk voor jouw dienst of product ook kiest. En daarna is het natuurlijk ontzettend belangrijk om je klantenservice op orde te hebben. En dat betekent gewoon liefst nog iets minder beloven en veel meer leveren. Als om een heel marketing poeha verhaal en dat soort dingen iets in de bij mensen door de strot heen drukken. Waar ze niet op zitten te wachten. En mensen kopen niet zo speciaal iets sociaals. Maar die kopen vooral een goed gevoel. En dus als jouw product of dienst daaraan bijdraagt, dat goede gevoel. En dat kan in het begin wel zijn van een iets betere betere hout of iets betere dienst of iets beter klapblok dan whatever. Of een iets betere telefoonbeantwoordservice dan je voorheen had. Dat is ook prima. Maar wees daar gewoon heel duidelijk over, wel duidelijk over je ambitie, zonder al te veel marketing blabla. Het klinkt heel eenvoudig en toch hebben veel sociaal ondernemers het best wel lastig in Nederland. Waar zit hem dat in? Te veel praten als, moet ik zeggen, als een soort van de socialist in plaats van de realist die zegt van nou, ik zie deze taak voor mij, ik ben een ondernemer en ik ga dat door middel van mijn bedrijf ga ik bouwen aan een betere wereld. En dat het vaak te sociaal, want ja, ik heb ooit eens, en nou ja, dan krijg je een heel verhaal waar eigenlijk niemand op zit te wachten, want die wil gewoon een uitstekende service. En als je daar gebruik maakt van, nou ja, AnyConnect vind ik een heel goed voorbeeld ervan, of Valid Express, we zeggen van, ik liep tegen dit aan, raar eigenlijk, kan ik daar met mijn ondernemerskwaliteiten niet minstens, of zo mogelijk nog een beter product, dienst of service afleveren, dan ik dat zou kunnen met gewoon normale medewerkers of in normale omstandigheden. En dat vind ik, nou, dat zijn dus twee hele goede voorbeelden van under promise, over deliver. En dan komt heel Nederland vol met sociaal ondernemers. Ja, het gaat uiteindelijk om gewoon van waar komen die eurootjes terecht. En als jij gewoon een betere dienst hebt en een betere service, dan komt dat echt allemaal goed. Maar nogmaals, duidelijk profiel, hè, dus wie ben je, wat doe je, waarom zit ik daarop te wachten, oftewel waarom zou ik mijn geld aan jou besteden. En zorg er dan vervolgens voor, in plaats van marketing bullshit en bla bla, gewoon dat je gewoon een fantastisch service, product of dienst levert en wees er ook consequent in. Bezuinig niet op service en bezuinig niet op kwaliteit. Dankjewel. Alsjeblieft.